was het één groot stofwolk. In het hele gebied kwamen de stukken stenen en hout terecht. Toen we een paar tellen niets meer hoorden, liepen we zo hard we konden naar de plek waar de bommen bevonden. Toen we op de plek des heils aankwamen, zagen we dat van het hele huis van Willem-Henk niets meer over was. Het volledige achterhuis hebben ze met enkele schrammetjes na leven vandaan gehaald. Op het moment dat Mina eruit werd gehaald, werd haar gevraagd, waar is Lies? Lies was de vrouw van de evacuee. Toen zei Mina, Lies zat op het toilet. Omdat het toilet de eerste... Dit is een afgezaagde eik. En omdat die aan het afsterven was. En toen kwamen ze erachter dat daar nog metaal in zat. En dat is ook van het vallen van die bommen. Daar zijn dus granaatscherven, bomscherven, in die eik terechtgekomen. Die zwarte vlek, die geeft aan dat daar dus het begin van een scherf is. En dit heeft, deze gedenktafel dat heeft Henk Oriëns gemaakt voor deze dag. Heel sfeervol. Daar komt een groep aan. Hoekje om en dan alsmaar door. Hallo, jongelui. Lekker, hè? Sophie vertelt wat er één dag voor de bevrijding op 30 maart 1945 gebeurde. Sophie was toen 10 jaar oud. Het was morgen, zeg maar, al vroeg. Toen de Duitsers bij ons waren, rammelden aan de vensters en de deur. Mijn vader ging kijken, zo'n Duitsers voor de deur. En toen hebben de deur opgemaakt, ja, het was een razzia. Kunt u uitleggen wat een razzia is? Het is net een overval. Zoals nou de mensen overvallen worden in de winkel en zo ook. Alles wordt doorzocht, alles wat we hebben nog omgegooid, dat wil ik niet, maar het lag allemaal onder in de keuken. En het was dus een grote troep in huis? Ja. En toen naar de deel heen, zeg maar, dan moest ik een beetje op de kruiwagen zitten, aan het ongeveer. Kon een beetje opzitten. En de onderduikers, zeg maar, die lijn allemaal op de rij over de deel heen. Het was over de deel. En daar stonden ze met geweer achter. Iemand hield dus de onderduikers onder schot. En toen, wat gebeurde er met die onderduikers? Ik heb de hele poort. Dat is wel wat meer. Dat is gewoon even rustig hier neerzetten, doen we dadelijk weggooien. Zie, kan ik niet. Even opdrinken. Ik mag deze paard niet in de bek kijken, je moet hem gewoon opdrinken. Nu is dit knijpen. Oh, pijnlijk. Afgooien. Dat is ook biologisch. Ja. Nou, dankjewel. Tot ziens. Eet de honden straks wel weer op. Ja? Zeg, stevig groepje. Ja. Dan volg je over zo. Ja, dat klopt. Ja. Een interview met Ben Welink. Ben is geboren in 1943. De familie Welink woonde in deze boerderij aan de Brandersdijk. Ben vertelt over zijn vader Toon Welink, die tijdens de oorlog in het verzet zat. Hij heeft vooral ook onderdak geboden aan mensen die onder moesten duiken vanwege het verzet. Dus hij hielp de mensen die in het verzet zaten onder schuilplek. Ja, nou Jan Krabbenborg, Janne, die is nogal bekend hier. Die heeft het langst bij ons ondergedoken gezeten. En kunt u vertellen waar die mensen ondergedoken zaten? Er waren twee schuilkelders. In het begin was het vooral dus een uitsparing op de hooizolder. Het was dus vrijgehouden en er zat dus een luik onder. En dat luik was afgezaagd net boven dus de balken. Daar kon je van onder niet zien. Dan kon je dus van onder met... Als je dus in een raampje ging staan met de voet, kon je dus door dat luik naar binnen toe.
En dan werd er dus aan de bovenkant een zak zand op dat luik gezet. Dat was dus van beneden niet op te drukken. En daar hebben ze in eerste instantie gezeten. En ook dus de minder gevaarlijke mensen, maar dus de mensen die het meeste gevaar liepen, die hebben dus later in de gierkelder gezeten. En die gierkelder die is gebouwd om. Er was dus een nieuwe gierkelder, dus die was nog nooit gebruikt geweest. En die gierkelder was het bedoeld voor uitbreiding van de veer. Om dus die peulvrucht allemaal te plukken. Daar is een foto van gemaakt en die foto die hebben we gevonden. Dat is deze foto. Dat zijn allemaal kinderen van jullie leeftijd. Die moesten helpen met het peulvrucht te plukken. En dat is, dit is ook, ik weet precies, ik kan aan de afrasting exact zien waar die foto is. Uit mijn jeugd weet ik dit nog precies, daar ligt het eigenlijk die kant op. Hier zie je dus een meester Molleman, dat is dus de grootvader van dokter Molleman. Die was toen hoofd in de, van de lage school misschien. En dit zijn allemaal kinderen, die waarschijnlijk jullie grootvader zijn. Maar het waren allemaal jongens. Toen ze die dag klaar waren met het plukken, toen mochten ze bij ons dus in de kersenboom allemaal kersen plukken. En Toon Wolpreis, die dit boek heeft gegeven, die schrijft daar, op deze bladzijde schrijft hij daar nog een heel verhaal over. En dat schrijft hij ook dat er toen een foto is gemaakt. Nou, dat is dus deze. Vanwege dus de situatie. En die bleef dus leeg. Hier had je dus de gierkelder naast. En de gier die hier normaal gesproken in de stroom komt, die loopt normaal gesproken via een pijp in de gierkelder. Maar in dit geval dus niet. Als ze hier geen mest in liggen, maar gewoon stro. Schoon stro. En hier was dus, die was dus niet gebruikt. Hier heb je het pompgat, waar het dus in het verhaal over gaat. En ik heb daar een modelletje van gemaakt. Een doorsnee modelletje. En dat ziet er in principe dus zo uit. Hier heb je een pomp, daar kunnen ze een pomp inzetten waar zo'n lange pomp in staat om dus de kelder leeg te maken. De hele winter loopt die vol en in het voorjaar dan wordt die uitgereden en dan hebben ze die pomp nodig om de gier eruit te halen. Hier hadden ze dus een muurtje gemisseld. En hier stond een klein laagje water in met modder erin. Dus dat leek van één keek zo van buiten, leek het of hier wel in elk water was. En je kon, als je hier naar binnen keek, kon je dus niet verder kijken dan die lijn hier. Je kon dus niet om het hoekje kijken. Dus hier achter het muurtje was het gewoon droog. En als de mensen naar binnen gingen, dan lag er een glijplank zo. Dan konden ze hier naar binnen toe en dan konden ze dus over die plank naar het droge gedeelte laten glijden. En als ze naar binnen waren, dan werd die plank weggenomen. Dan konden ze hier dus neerzetten en niemand kon zien dat er dus mensen binnen zaten. Kom de bedacht. Slim, hè? Ja. Zo is het ook al, hè? Ja, dat is ook al. Ja, ja, ook al. Ja. Daar komt een groep aan, via de heldere weg. Hier zijn we bij de voormalige boerderij Krabbenborg, Langveld. Uit het jaar 1892. Ik ga nog één keer naar de fietsen. Er is er al verteld over het verzet, denk ik. Ja. Over razzia's, wie ze gehouden hebben. Nou, in de oorlog waren dus de Duitsers hier de baas en die wouden hier de lakens uitdelen. En die wouden gaan vertellen, jullie moeten dit voor ons, jullie moeten wapens gaan maken, jullie moeten graven voor de verdediging. Maar wij als Nederlanders willen dat natuurlijk niet. Als je dus een echte Nederlander bent, dan deed je dat niet. Nou, toen moesten de mensen dus in het verzet. Hey. Ja, vroeger moesten wij ook tegenwoordig hebben de jongeren allemaal weer zo'n karrevoer op de fiets of zo'n kist, zie ik wel. Deze is een beetje groter. Maar hiermee gingen wij vroeger bij de klanten brood bezorgen. En daar zit nog een beetje plastic appel in. Maar we hadden een transportfiets. Je kwam die karrevoer op, je volgepakt met brood. En dan moest je weer de weg op naar de klanten om brood te bezorgen. Later werd die transportfietsen, nou ja,
Je weet niet, toen de auto's waren allemaal vervangen door auto's. Even kijken wat ik nog meer wil vertellen. Ja. Daar zie je de vier foto's van helemaal rechts. Daar is mijn opa, Antonie van der Bos, die is geboren aan de Zeeuwense weg. Eén huis verder als het mechanisatiebedrijf van Bomers. Waar Taxi Roelers ook al eventjes in gezeten heeft, aan de Zeeuwenseweg. Ja. Daar is mijn opa geboren. En mijn broer van hem, die woonde vroeger op de Kimp. En daarnaast is mijn vader. En daar weer naast, dat is mijn oudste broer, die is voor 2 jaar geleden overleden. En helemaal links, daar is mijn moeder. Die staat daar voor de tabakskast. En die tabakskast die staat daar achter ze. Deze kast is dat. Wat wil ik nog meer vertellen? Oh ja. Toen mijn opa, die is met de bakkerij hier begonnen in 1897, zoiets. En toen hij pas met die bakkerij begonnen was, hij had dus nog geen winkel. Toen heeft hij de winkel overgenomen van